This video is powered by the following sponsors. Hallo allemaal, dit is Suha Hawari, Combat Point. Naast me staat Mika Tehitu. En Mika die heeft vandaag een dag georganiseerd waarbij heel veel Molukse vechters uit Nederland bij elkaar zijn gekomen. Eigenlijk in jouw thuisbasis hier zo, in Amsterdam. Vertel, waar zijn we nu? We zijn nu in Amsterdam Eastbound Gym. Het is een recreante sportschool. Hier volg ik een cardio les. Dat wordt eigenlijk door Eastbound gesponsord. Hierbij kan ik gratis deel maken met alle cardio sets. En zodoende had ik de dag van vandaag georganiseerd. Puur om de Molukse jongeren voor naar voren te brengen. Hierbij moeten we denken aan de opkomende vechters. De vechters die er al staan, de A-klassers al. Maar alsnog al bij A-klasser moet je alsnog door kunnen groeien. En dat is eigenlijk het initiatief dat ik ervoor dit heb genomen. Ja, ik zag, Demancio Petty, Noah Apituli, jij natuurlijk. Het was onder leiding van Drew van Vos Gym, toch? Ja, klopt. Andrew. Want, ja, we dachten, we moeten toch wel iemand de leiding hebben. Want als wij onderling een combinatie moeten verzinnen, dan loopt het niet soepel door. Oké. Maar ik zag, de sfeer was sowieso goed. Jullie zijn wel lekker fel tegenaan gegaan, eigenlijk zoals het hoort. Je bent natuurlijk zelf ook binnenkort dat je op actie moet komen. Helpt deze dag jou verder in de voorbereidingen naar 13 mei, het Fightleague Gala in Hoofddorp? Ja, zeker. Los van om leuk met elkaar te trainen, motiveren we elkaar ook. De jongens onderling, maakt niet uit welke klasse je vecht, al bij nieuweling, al bij A-klasse. Je wilt jezelf toch meer bewijzen. Het geeft toch weer een boost voor je om harder te gaan trainen. Hey, en waar komen eigenlijk alle overige BC-klassen vechten? En recreanten zag ik volgens mij ook tussen. Waar komen ze ongeveer allemaal vandaan? Uit Arnhem, Friesland, Limburg, Eerbeek. Ook weer oost van het land. Eigenlijk alle hoeken gaten van het land komen ze vandaan. Ja, Rotterdammers zag je ook. Ook nog eens Rotterdam. Die zijn er de stad in durven komen, hè? Ja, zeker. Maakt niet uit, kan gewoon. Sowieso, bij de vechtsport is die rivaliteit er een stuk minder. Sowieso altijd een sportieve rivaliteit. Gaat deze dag nog vaker plaatsvinden? Ja, zeker weten. Het is niet eenmalig. We willen elkaar wel gewoon blijven stimuleren. Eens per jaar? Nee. We willen het wel vaker doen. Sowieso elke maand. Sowieso elke maand. Ja, we willen het eigenlijk wel elke week doen, maar ja, mensen komen van zover. Dan kost ook benzine. Dus laten ze gewoon één keer per maand houden. Kunnen ze even een maandje even bufferen om even voor de benzine te zorgen. Nou goed, hey, voor jullie allemaal, met name de Molukse gemeenschap, zorg dat je... Hebben jullie een Facebookpagina? Nee. Die moeten dan snel komen, hè? Komt goed. We hadden niet zo verwacht dat het zo erg zou worden. Ja. In positieve zin dan, maar ja. Komt wel goed. Zeker. Okay. Nou, zorg dat jullie in ieder geval Mika Tehitu gaan volgen. 13 mei vecht je op Fight League Gala, toch? Ja, klopt. Oké. Zorg dat jullie daar in ieder geval ook bij zijn. Nou, like en deel deze video. Vergeet je niet te abonneren. En dan wil ik jou bedanken dat ik hierbij aanwezig mocht zijn. Vind ik wel eens tof. En voor jullie allemaal, tot ziens. Bedankt voor het kijken. Goed.